Een goede vrouw op de fiets, ze zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar wist waar ik geboren ben. We zijn hier in Lombok, in het gebouw van Portes, waar er een repetitie zal plaatsvinden in het kader van de Verborgen Stem. Nou, de Verborgen Stem is een initiatief van de Vrede van Utrecht met Cosmopolis Utrecht. En met de Verborgen Stem gaan we op zoek naar koren in de verschillende wijken. Die koren zingen meestal binnen hun eigen achterban of culturele activiteit. Nou, wij bieden ze dan een podium waardoor ze in een breder perspectief komen te staan en ook andere mensen en culturen kennis maken met wat zij doen. Twee keer, hè? En dan ga je weer. De eerste editie is dus in Lombok. Daarna gaan we naar Kanaleneiland, Zuiden en Overvecht. Mijn naam is Hanan Larari en ik zit in het Soefi-koor. En Soefi houdt eigenlijk in dat je continu bewust bent van het feit dat je op het pad bent van God. En dat je God wilt leren kennen. Je verlangt naar hem. Je wilt je eigenschappen zo goed mogelijk maken. Je wilt jezelf verbeteren en de slechte eigenschappen onderdrukken. En we komen wekelijks komen we bij elkaar en dan gaan we zingen. Ik ben Nans Voordegel en wat ik doe is eigenlijk dat ik zangworkshops geef voor Nusantara Inda. Dat is het Indisch Cultureel Centrum. En deze organisatie die wil heel graag de oude muziek, we noemen dat kroncho muziek, mensen die liedjes weer kunnen leren. En een aantal van hun die willen wel optreden, dus dat doen we nu. Dat mag best wel wat harder. Anders worden jullie helemaal overstemd en ik weet dat jullie harder kunnen. Dus. Ik ben de dirigent van het vrouwenkoortje Jintan. Jintan, er zingen de vrouwen liedjes uit verschillende landen. En ook een beetje rekening houden met de culturele achtergrond. Dus we zingen ook Indonesische liedjes of Surinaamse liedjes of Italiaanse liedjes. En ook een beetje naar aanleiding van de achtergrond van mensen. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 1. Bij de eindpresentatie gaan al die koren apart hun repertoire ten gehore brengen. En vervolgens heb ik één compositie gemaakt waarbij dus al die koren samen gaan zingen op gezette momenten. Jullie hebben gemerkt dat de een wat langzamer moet gaan zingen, de ander wat sneller. Zoals jullie moeten het stuk waarschijnlijk iets sneller zingen dan dat je gewend bent. En jullie zingen een stuk sneller dan dat je gewend bent. Ja. 1, 2, 3, 4, 1. Het is een lied wat eigenlijk bezingt de heimwee naar Ambon. De liefde voor Ambon en het verdriet dat je ver van Ambon zit en dat je er eigenlijk naar terug verlangt. Dus heb ik nog een aanzichtkaart op mijn kerkenkaart het hart. Wij zingen een stuk van het dorp van Wim Sonneveld. Het nummer gaat over de verdwenen oude tijd, het nostalgische gevoel naar vroeger, toen het leven allemaal zo veel mooier leek. We hebben twee stukjes gezongen. Beide stukjes gingen over het verlangen naar de ontmoeting met God. Er wordt dus beschreven hoe iemand zich voelt. Dus die beschrijft zijn verlangen, hoe diep hij verlangt naar de ontmoeting met Allah. Ik ben er heel blij mee, hoor. Ik vind het goed. Ik vind het super. Hartstikke goed. Nou, bedankt. De eindpresentatie vindt plaats in Lombok, in het atrium, op de Kanaalstraat. En zo wordt er gezongen door de verschillende koren die een deel van hun repertoire ten gehore zal brengen. Dus het wordt eigenlijk ook weer een feestje. Ik wil u vragen om met een groot applaus welkom te heten Soefi Koor Aïssa.
je moet soefisme en islam niet als twee aparte dingen zien. Islam, zoals onze soefi-leider dat in zijn boek heeft beschreven, hij heeft gezegd, als je de islam als een lichaam zou zien, dan zou soefisme het hart ervan zijn. Je bent dus bezig met het innerlijke van iets. Je voert niet alleen maar je gebeden uit, maar er zitten andere innerlijke dingen achter. En als soefi ben je je daarvan bewust. En andere mensen die hebben zoiets van, ik moet bidden, dus dat ga ik gewoon doen. En heb ik mijn plicht gedaan. Ik vind het leuk, zeg maar, om die bijdrage te leveren aan een viering, zodat we elkaar leren kennen. Maar in de wekelijkse bijeenkomsten is de zang weer heel anders, want dan ben je gewoon heel erg bezig met God. En dan sluit je eigenlijk als het ware van de buitenwereld af. En dan ga je heel erg concentreren op de teksten die gezongen worden. En daar voel je gewoon heel lekker bij. En als je dan naar huis gaat, dan voel je gewoon echt een innerlijke rust, zeg maar. Dus dat is dan weer anders zingen dan in een koor. Ik wil uitnodigen. Niet zomaar een koor, een Indonesisch koor, Kroncho. En we beginnen met de liefde van een moeder voor haar kind. We beginnen met een slaapliedje. Het is muziek, het is heel grappig, wat waarschijnlijk zijn oorsprong heeft in de Portugese muziek. De Portugezen kwamen daar natuurlijk ook als handelslieden en kolonisators. En hebben zich gemengd met de bevolking. En die muziek is daardoor langzamerhand een beetje kreeg Indonesische klanken mee. Maar in de latere tijd, begin 20e eeuw. Toen kwamen er ook veel meer Nederlandse teksten in. Dus toen werd het echt iets van de Nederlands-Indische gemeenschap. Ik ben 8 jaar in Indonesië geweest. En we hadden een huishoudelijke hulp. We noemden dat babu. En ja, dat trok wel als kind heel veel mee op. En volgens mij heb ik heel veel van die muziek van haar geleerd. En wat mij zelf dus verraste, dat ik zoveel van die muziek kende. Terwijl ik... Me niet kan herinneren dat ik daar actief mee bezig was geweest. En dus dat was nogal verbazingwekkend. Dat ik dat na 50 jaar ongeveer opeens ontdekte. We zijn toegekomen aan het slot. Ik ga uitnodigen de Dindamgroep om mee te doen aan het laatste nummer. En natuurlijk het Sofikoor naar je zaak. Ik woon in Lombok en als je dan zomers het raam open hebt staan, dan hoor je flaart van Nederlandstalige muziek, flaart van Marokkaanse raai en Turkse muziek, zo alles door elkaar. En daar doet het eigenlijk een beetje aan denken, hè, van je zet zomers het raam open en je hoort de multiculturele samenleving hier.